Hoi, ik ben Angela en ik doe kappersopleiding niveau 4 en ik zit in het eerste jaar. Wat niveau 4 verschilt van niveau 3 is dat je werkt met gepersonaliseerd leren. Dat houdt in dat je zelf mag beslissen welke praktijkvakken je als eerste afrondt. Verder loop je ook stage in een kapsalon en in het eerste halfjaar is dat 1 dag in de week en daarna zijn dat 2 dagen in de week. En wat daar zo leuk aan is, is dat je kan de sfeer meemaken in de salon. Meestal is het gewoon super gezellig. En daarnaast moet er natuurlijk ook gewoon hard gewerkt worden. En maak je ook gewoon de werkdruk mee wanneer het druk is. En verder mag je ook zeker haren wassen. En op een gegeven moment zal je mogen kleuren. Nou, op school ga je nog leren hoe je moet ondernemen. Hoe je een eigen kapsalon kan openen. En daar hebben we hartstikke leuke docenten voor. En die verzorgen altijd superleuke lessen. Dus, hou jij van alles wat met haar te maken heeft, dan is de kappersopleiding zeker wat voor jou.